samen met mijn man en wij zorgen voor 2 pleegkinderen in de puberleeftijd. Dit brengt nog wel eens wat uitdagingen met zich mee en daarin moet je heel erg goed voor jezelf zorgen. Wat dat voor mij betekent is dat ik samen met andere pleegouders hier in Almere regelmatig bij elkaar kom om met elkaar dit soort uitdagingen te bespreken met elkaar. En wij voelen ons heel erg gesteund door elkaar door te bespreken van ja, wat er goed gaat, wat er minder goed gaat, frustraties te uiten, maar ook de leuke dingen met elkaar te delen. Na die bijeenkomst denk ik altijd, yes, ik kan er weer even tegenaan. En nou ja, zo zorg ik dus voor mezelf. Dat betekent voor jezelf zorgen, voor mij. Als ik denk aan het zorgen voor een ander, denk ik aan jezelf aan de kant zetten voor de nood van de ander. Het helpen, het behulpzaamheid, het liefhebben. Want liefde vind ik een heel groot deel spelen in zorgen voor. Want als je iemand lief hebt, dan wil je dat het goed gaat met een persoon. En dan ben je bereid om altijd te helpen, om te luisteren, om een oplossing te zoeken. Dus daar denk ik aan als ik het thema hoor, zorgen voor. Mijn naam is Dennis, programmamanager bij Jongwijs. En als ik denk aan voor elkaar zorgen, denk ik aan warmte, liefde, wederkerigheid. En denk ik ook aan zorgen voor jezelf. Als je goed zorgt voor jezelf, kun je goed voor de ander zorgen en daarmee goed voor elkaar. Ik ben Emilia en ik zit bij Jongwijs. En het thema voor elkaar zorgen is best wel een groot begrip. Voor mij betekent het dat je een beetje naar elkaar omkijkt en af en toe naar elkaar vraagt of het goed gaat. En voor de rest elkaar gewoon een beetje met rust laat. Kijkt of iemand hulp nodig heeft. Als hij dat nodig heeft, dat je er dan voor diegene bent.